Easy Tone is een supermakkelijke functie die je in staat stelt om snel een preset sound te zoeken die het beste bij jou past. Om Easy Tone te gebruiken, kies je om het even welke patch en druk je op Easy Tone. Op het linkerscherm kies je met behulp van de vierde encoder de functie Patch Create. Nu kun je met de vijfde encoder een keuze maken uit een van de verschillende muziekstijlen. Binnen deze stijl kun je nu een variatie kiezen met de laatste encoder. Als je nu op het Page naar rechts knopje drukt, dan kom je in het toongridscherm. Door het aanwijspunt binnen deze matrix te verplaatsen met encoders 5 en 6, pas je op intuïtieve manier het timbre aan. En met encoder 8 bepaal je de hoeveelheid galm. Druk op Exit om terug te keren naar het basisscherm. Ook het personaliseren van klanken is mogelijk. Kies een patch en druk op Easy Tone. Kies op het linkerscherm en Customize of Overdrive Distortion Customize met de vierde encoder. Kies nu met de vijfde encoder een bepaald type versterker als startpunt. Druk nu op het Page naar rechts knopje en kom terecht in het toongridscherm. Pas ook hier het timbre aan door het aanwijspunt te verplaatsen binnen de matrix met encoders 5 en 6. Druk op Exit om terug te keren naar het basisscherm.